Igniting the utility transition, refueling our drive to sustainable energy, is het thema van de energieconferentie die vanaf gisteren is gestart in Royal Turarica. De conferentie wordt door de energiebedrijven Suriname EBS georganiseerd. De activiteit duurt een week en heeft als rode draad verschillende vormen van hernieuwbare energiebronnen te bespreken. Het bedrijf wordt hierbij ondersteund door de CARILEC als overkoepelende energieorganisatie van het Caribisch gebied. Behalve EBS zullen energiebedrijven en organisaties uit 16 landen een presentatie houden. De bedoeling is het uitwisselen van ideeën en methoden. Andy Aboikoni heeft namens de EBS een presentatie gehouden over elektrificatie van het binnenland. De plannen van het bedrijf hieromtrent zijn door Aboikoni gepresenteerd. Maar natuurlijk weet u dat we op dit moment in Suriname meer draaien op HFO en diesel. En in de wereld zien we de trend gaan naar het gebruiken van hernieuwbare energie. En we zoeken voor lagere kosten, maar ook meer vanwege de milieueffecten die het gebruiken van conventionele fossiele energiebronnen met zich meebrengt. Dus nu kijken wij in ons streven om die dorpen in het binnenland, om de gebieden, de rurale gebieden te voorzien van 24 uur elektriciteit, streven we om zoveel mogelijk hernieuwbare bronnen te implementeren in dat traject. Aboikoni ging ook in op de elektrificatieprojecten die in het verleden minder succesvol waren. Volgens hem worden die zaken ook meegenomen bij het maken van nieuwe plannen. Projecten die in het verleden zijn uitgevoerd, gestart in het binnenland. Dan denken we vaak genoeg aan solarprojecten, projecten met zonne-energie, met mini-hydro, micro-hydro die gestart zijn in het binnenland. Hoe zijn ze verlopen? Wat zijn de challenges geweest? Zijn die projecten, draaien dat ze nog steeds, nog? Als ze nu niet meer draaien, wat zijn die problemen geweest? Wat kunnen we daaruit leren om projecten die we in de toekomst gaan implementeren, zodat we daarin corrigerend kunnen optreden? En die Aboikoni, vertegenwoordiger van de energiebedrijven Suriname EBS, heeft namens het bedrijf een elektrificatieplan van gebieden in het binnenland gepresenteerd. Hij deed dat tijdens de CARILEC Energieconferentie. Deze internationale conferentie is gisteren gestart en gaat deze hele week door.